Shalom, salam alaikum, ilaka alakin, aloha, Hare Krishna, namaste, namaste, wingapo. Goedemorgen, avond, middag of wanneer je deze video ook tegenkomt. Ik ben eerlijk gezegd opnieuw begonnen omdat ik iets had gezegd waar ik me toch niet helemaal goed bij voelde. Het is een hectische week voor mij geweest. Dat heb ik in mijn kerstviering al een beetje gezegd. Gisteren had ik eigenlijk gehoopt dat er iets goed zou komen tussen mij en Jonas. En ik had een afspraak ergens. En ondanks dat ik de dag daarvoor was gaan fietsen en ik niks heb gemerkt aan mijn banden, dat die leegliepen of dat die explosief leegliepen, de volgende dag dat ik op mijn fiets ging, waren mijn banden helemaal leeg. En als ik die oppompte, dan liepen die explosief leeg. Dus je hoorde het geluid eruit komen. En nog voordat ik die opgepompt had en ik ging erop zitten, waren die alweer helemaal leeg. Terwijl dat de dag van tevoren niet was. En dan was ik dan eindelijk aan het station geraakt. Dan reden de bussen niet. Ook heel toevallig. En dan reed de bus terug weer niet. En ik heb denk ik meer dan een uur kwijtgeraakt om gewoon van mijn huis naar het station te geraken en weer terug. Terwijl dat normaal gesproken met de fiets 10 minuten zou zijn geweest. En dan dacht ik van ik ga mijn fiets laten maken. Meer dan een uur te voet met mijn fiets naar de Velo. Voor mijn fiets laten maken, dan is de Velo dicht. En hij gaat niet eens 2 januari open, hij gaat pas 3 januari open. En weer een hele dag kwijtgeraakt, terwijl ik eigenlijk gisteren wilde poetsen en vandaag de was doen. En nu, nu kan ik niet met de fiets de was gaan doen, kan ik niet met de fiets naar de wasseret gaan. Moet ik de bus nemen. En ja, het is eigenlijk wel wat, want dan moet ik in de wasseret blijven. En daar voel ik me eerlijk gezegd niet goed bij. Want sinds corona hebben alle wasserettes met elkaar afgesproken dat ze hun klanten gaan benadelen in hun eigen voordeel. Dat het voor hun geld oplevert. Ik ga niet zeggen wat, want anders gaat die nieuwe wasserettenmens misschien dat ook doen. Dus er is een nieuwe gekomen, maar het is wel in een onveilige buurt. En tussen in een onveilige buurt. Ik heb al meegemaakt dat ik daar de was ging doen en dat er een man binnenkwam. En dat hij opeens met heel veel mannen binnenkwam. En dat hij er echt wel, dat er echt niet kuis was. En je weet dat ik in mijn buurt ben geprostitueerd. En dat iedereen mij heeft verkracht. En je merkt dat gewoon als mensen denken dat je gedrogeerd ben, dat ze je, ja. Dus ik voelde me totaal niet veilig in die wasseret. Maar ja, een andere wasseret is voor me was niet schoon. En het is hartstikke duur. Dus ze slaan enorm op, terwijl ze niet eens je was schoon laten maken. Dus dat is echt kloten. Ik hoop dat ik ooit een wasmachine heb. Ik wil wasseret zeggen, een wasmachine. Ik zou echt wel heel erg blij zijn als ik mijn kleren gewoon thuis kan wassen. En dat dat geen geld kost. Of dat kost wel geld, maar niet zoveel als in een wasseret. En je hoeft daar niet te gaan zitten met allemaal enge mensen. Dus ja. Ik zou zeggen, alsjeblieft bid voor mij als ik de was ga doen. Ik weet dat dat raar klinkt, maar ik voel me daar nooit veilig. En als ik de fiets heb, dan ga ik gewoon ergens anders even naartoe. Ja, als ik de bus moet nemen en de bus rijdt niet eens altijd. En tegen de tijd dat je terug bent, is je was al lang gedaan. En je kunt niet even snel op en neer en weg. Ja. Dus ik ga een collectieve reading doen. Het is voor een zo groot mogelijk collectief. Dus het kan niet voor iedereen opgaan. Dus neem wat voor jou resoneert en laat de rest liggen. Wat ik de vorige keer bij de vorige versie van deze video niet direct heb gezegd.
is dat er een bepaalde grondboodschap, denk ik, naar voren komt. Ik zeg niet dat alle kaarten daarin meespelen, maar toch wel een beetje. En dat is het onderscheid tussen een narcistisch misbruik en een tweelingzielrelatie. Er zijn bepaalde overeenkomsten. Bij narcistisch misbruik heb je bijvoorbeeld in de eerste fase de lovebombing. En je denkt van, oh, ik word opgehemeld, dit is het. En dan op een gegeven moment komt er dan komt de breuk en komt het, of niet echt de breuk, maar het misbruik. En in de tweelingzielrelatie heb je ook dat er eerst een honeymoonfeest is, zoals ze dat dan noemen. Dat alles hemel op aarde is. En dan opeens neemt jouw tweelingziel de voeten. Dan voel je je misschien ook misbruikt en slecht behandeld. En ik denk een van de redenen van wat de grondslag van deze reading is, is het onderscheid daartussen. Ik hoop dat ik alles wat ik in de eerste reading heb gezegd, dat ik dat nog weet. Want ik bedoel, soms zeg ik dingen gewoon spontaan. Ik heb dat van die tweelingziel heb ik iets opgeschreven, maar de rest niet. Dus ik hoop dat ik daar gewoon nog herinner. Oké. Sorry, ik begin al direct te lezen zonder de dingen te zeggen. Wicca, rituelen en bezweringen, boeken en orakelkaarten. Dat is het eerste deck van Flavia Kate Peters, Barbara McElhone Free, geïllustreerd door Lisbeth Chiva Gassaman. En de kaart die ik heb getrokken is medeleven. Laat je leiden door de magie. Het is tijd, ik ben wat sneller aan het praten, maar ik ben bang dat het gewoon te lang duurt. Het is tijd om je hart wat te verzachten en aandachtig te luisteren naar de mensen om je heen, die jouw liefde en steun nodig hebben. Emotionele pijn doet de chakra van het hart vaak sluiten, waardoor je geen gevoelens van tederheid meer hebt voor anderen. Het is tijd om je verdedigingsmuur af te breken en je te herinneren dat gedeelde smart halve smart is. Probeer je voor te stellen hoe het voelt voor een ander als jij je natuurlijke warmte en sympathie weer begint te verspreiden. Medeleven ontstaat als je je hart zich opent voor de emoties van anderen en van jouzelf. Wees dus mild voor jezelf. De spreuk. Houd op een vrijdag in de avondschemering bij een wassende maan een groene kristal tegen je hartchakra. Adem heel diep in en zeg: kristal kan gebroken harten helen. Klaar om gevoelens te gaan delen. Medeleven een lief gebaar, zachte woorden geen bezwaar. Menslievendheid begint gewoon thuis, maar stuur medeleden uit het huis. Volop knuffels en liefde geven, hier begint dat medeleven. Adem bewust in en bewust en diep in, verwijder het kristal en zeg: uw magie maakt mij zo dankbaar, uw bescherming ontvang ik zomaar. Geef me de moed voor groot krachten mijn, ik overstijg mezelf, zo zal het zijn. Magische betekenissen. Het is veilig om je open te stellen voor anderen. Emotionele verwarring wordt geheeld. Bekijk het van het standpunt van een ander. Respecteer je gevoelens. Iemand heeft je steun nodig. Hier kan je lessen uittrekken. Ten eerste moet ik eigenlijk al direct zeggen dat dit weer een hele lange reading gaat worden. Maar jullie zullen dat waarschijnlijk wel zien als het erop staat. Want ik heb 8 decks denk ik en 9 kaarten. En daar zitten decks bij met heel veel leesstof. Om te vloeken gewoon. Ten eerste, daar stond iets tussen van: bekijk het vanuit het standpunt van een ander. En als ik kijk naar de astrologische update van Kay Moon. Die benadrukte heel hard dat met de Mercurius retrograde, dat er heel veel communicatieproblemen konden zijn. Dat je per ongeluk iemand kon kwetsen. Terwijl je dat, en dat dat gebeurt voordat je er besef van hebt. En dat het heel erg belangrijk is dat je je inleeft in het standpunt van de ander. Dat was echt de bodemregel van wat ze eigenlijk wilde zeggen. En dat staat hier ook, dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik dacht ook in de reading van Healing Intuition, Corrie, oftewel Corrie. Dat ze dat ook heeft gezegd dat het verplaatsen standpunt van de ander heel belangrijk was. Dus ik ga daar even nadruk op leggen. En dan wil ik toch zeggen wat ik in de kaart zie. Dus jullie zien hier een donkere persoon. Maar ik wil dat figuurlijk opvatten. Dus het kan zijn dat die persoon bijvoorbeeld jou per ongeluk kwetst. Of op een of andere manier jou pijn doet. En dat jij je toch moet verplaatsen in het standpunt van die andere persoon. Ondanks dat die jou kwetst.
Het kan zijn dat hij bijvoorbeeld zich heel erg kwetsbaar voelt of dat hij zich schuldig voelt over iets dat hij heeft gedaan. Zo schuldig dat hij het ontkent en jou daarbij kwetst bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. En dan moet jij proberen te denken van, probeert die mens me echt pijn te doen? Of is het gewoon bijvoorbeeld uit kwetsbaarheid van zichzelf dat hij het gewoon niet kan, dat hij niet over de brug kan komen, zeg maar. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik zei ook dat hij naar mijn aanvoelen droevig keek. Dus ik had het gevoel, en ik denk dat ik zeg dat nu wel direct, dat het bij tweelingzieling ook is. Als een narcist jou kwetst, die gaat niet echt droevig zijn, niet oprecht droevig. Maar een tweelingziel wel. Dus hij vindt het heel erg om jou te kwetsen. Ik zei ook iets over dat hij de wereld in zijn handen had. En dat hij precies met handoplegging aan het doen was op de wereld. En ik zei daarvan dat het misschien belangrijk was dat jij, als die persoon zich heel erg defensief gedraagt. En niet over de brug kan komen en zijn hart sluit. Dat jij bijvoorbeeld die persoon aanraakt. En geruststelt via aanraking van, ja kijk, ik hou echt wel van jou. En het is oké, ik weet dat je het niet slecht bedoelt en dat soort dingen. Want ja, via onze handen, daar zitten de verlengde hartchakra's in onze handen. Dus wij kunnen echt wel heel veel liefde geven via onze handen. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Ja, dat, als ik er nu naar kijk, je ziet het misschien niet goed, maar in zijn haar zijn er echt zo sterren en het is precies of een hele galaxy in zijn haar is. En ik zou bijna zeggen van, dat die persoon denkt, jij bent de wereld voor mij of ik ben de wereld voor jou. Dat doet me denken aan tweelingzielrelaties. Dus ik denk dat het nu toch wel echt gaat over tweelingzielrelaties. Het tweede dek is de wijsheid van het drakenveer. Van Lucy Cavendish. En de kaart die ik heb getrokken is Tristan. Kijk onder het oppervlak. 28. Dit gaat over het narcisme en de psychopathie. Ik zeg het alvast. Dus misschien goed opletten wat erin staat om dan na te denken over het verschil. Tristan zegt, laat u niet afleiden en kijk door de act heen. Al mijn listen verbergen slechts de waarheid, die u op dit moment niet wilt zien. Ik vertel u altijd de waarheid. U wilt haar gewoon niet horen. Zal ik dat nu al zeggen? Ja. Ik krafte net iets verder in het lezen van dat boekje, gaf ik een voorbeeld. Ik heb dat ook gezegd in, denk ik toch, in mijn video over Dark Twilight van 1 jaar geleden of iets meer dan 1 jaar geleden. Dat psychopaten, narcisten, dark empaths, Machiavellians, weet ik veel wat en zo. Ze hebben allemaal een grondslag van narcisme. En ze kunnen het niet laten om op te scheppen hoe ze jou kwetsen of met de dingen weggeraken. Ik weet bijvoorbeeld dat ik een vorige buurman had. En die had in de gevangenis gezeten. Wegens brandstichting en poging tot moord. Of hij heeft alleen maar gezeten voor brandstichting, ik weet het niet. Maar in de kranten stond dat het een poging tot moord was. En hij vertelde mij dat in het psychiatrisch onderzoek voor zijn incarceratie, dat hij zei dat de psychiater had gezegd dat hij een psychopaat was die iedereen om de tuin kon leiden. En op dat moment geloofde ik dat niet eens, dat hij een psychopaat was die iedereen om de tuin kon leiden. En hij was altijd aan het opscheppen over dat hij opgepakt was voor moord ergens en dat ze hem dan elke keer weer vrij lieten en zo. En dat soort dingen. Dus die was altijd aan het opscheppen over alles wat hij
waarvan hij beschuldigd werd. En op dat moment geloofde ik het niet. Maar ik ga eerst nog een ander voorbeeld geven van iemand anders die ook een dark empath was. Die ik pas leerde kennen. Ik heb die niet echt goed leren kennen, want ik zag direct de tekenen en ik heb hem eruit gesweerd. En die was gewoon direct aan het zeggen van ja, ik ben opgepakt geweest en ik heb vastgezeten voor verkrachting. En ik wilde hem in eerste instantie niet geloven. Maar het is zoals Maya Angelou zegt, als iemand zegt wie die is, geloof hem. En je moet weten, want ik heb die op dat moment niet eruit gegooid, maar toen die andere manipulatieve tactieken liet zien, dacht ik van oké, weg ermee. Die mensen zijn zo narcistisch dat ze overal mee weggeraken, dat ze het niet kunnen laten om erover op te scheppen. En wij denken dan van, oh, je komt zo lief over, want ze kunnen natuurlijk fantastische valse charmes tonen en zo. Maar als iemand erover opschept en, ja, en dat bijvoorbeeld niet treurig bij is, dat hij daarvan toe van, oh, erg dat hij mij zo beschuldigt. Maar er eigenlijk gewoon heel neutraal over komt van, ja, ik werd beschuldigd. Ik was zogenaamd een psychopaat die met iedereen om de tuin leidde. Ik heb iemand verkracht en ik ben ervoor vrijgelaten. Je weet het wel. Ik heb u altijd getoond wie ik echt ben. U hebt er gewoon voor gekozen om me niet te zien. Deze aanwijzingen heb ik rond u gestrooid. Maar u hebt ervoor gekozen om hun aanwezigheid niet op te merken. Ik kan mensen daden laten verrichten die hun schaduwen onthullen. En daardoor veroordelen ze me. Ik ben echter hun leraar geweest, want dan kennen ze het geheel van zichzelf. En hebben ze dus medelijden met anderen. Ik kan daarop ingaan, maar eigenlijk is dat niet de kern van de reading. Maar psychopaten en narcisten kunnen je inderdaad dingen laten doen. Je kunt bijvoorbeeld opeens heel erg kwaad worden, terwijl je altijd jezelf als heel lief wilt zien. Maar dan zoals ze zeggen, ik ben een leraar geweest, want dan kennen ze het geheel van zichzelf. Dus hun schaduw komt naar voren. En dan als ze dat eenmaal aanvaarden, dan hebben ze meer compassie voor anderen en veroordelen ze anderen minder als ze bijvoorbeeld kwaad worden. Sommigen wilden dat ik een engel was, terwijl ik nooit tot de hemel heb behoord. En dat ook nooit heb beweerd. Ik ben illusies, maar bovenal ben ik uw illusie. Kijk verder, neem mijn masker af en besluit om de waarheid over de omstandigheden waarin u zich bevindt te erkennen. En weet dat ook al zegt u misschien dat ik u onrecht heb aangedaan, ik u heb geleerd om uw gids te volgen. Want heel vaak voelen we dat er iets niet klopt, maar we willen pleasen, waardoor we onze buikgevoel niet volgen. En we niet luisteren naar het buikgevoel, want we willen alleen maar liefde hebben, aanvaarding, validatie, weet ik veel wat. We willen erkend worden, we willen gezien worden. En daardoor luisteren we niet naar ons buikgevoel van dat er iets niet klopt. De drakenvee wezen is de slechterik, de bedrieger, de schachteraar en de dwaas die zijn weg in uw wereld zoekt door zijn charme en u dan op een spectaculaire manier laat vallen. Hij is als heer van het hof politiek, charmant, slim, majesteus en in veel opzichten ook een schurk. En de waarheid is dat u altijd al het gevoel had dat er een luchtje zat aan deze zaak of deze belofte. Want hij spreekt beslist de waarheid als hij u zegt dat hij u en de hele tijd heeft verteld, dus die waarheid heeft verteld. Dus terwijl hij manipulatief is en u bedriegt, is hij daar vreemd genoeg wel eerlijk over. En hij heeft een glamour over zich die bijna onweerstaanbaar is. Valse charmes van de psychopaat. Hij is showbusiness en glinsterend leugens die een vloek uitspreken. En dan verlaat hij ons met niets tastbaars dan dat ons rest. En toch laat hij ons niet achter met lege handen, want hij leert ons een les. Als we die eenmaal hebben ervaren, hoeven we die nooit meer te leren. En we moeten hem ook niet de schuld geven, want hij is de fantasie die we allen zoeken. De denkbeeldige aard van onze verlangens. Voorspellende betekenissen. Dit is de kaart van de persoon of het wezen dat geen aanspraak maakt op deugd. Elk woord en elke daad onthult zijn bedoeling. Als u echter door hun charme en charisma wordt aangetrokken,
Wendt en hoopt u misschien dat ze inderdaad uw held waren, alleen in vermomming. Het is erg waarschijnlijk, zoals deze kaart verschijnt, dat u uzelf ervan hebt overtuigd dat er iemand zal veranderen, de patronen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen en dat wat er in het verleden is misgelopen niets met u te maken heeft. Valse hoop, zou ik zeggen. Als u iemand gelooft wiens woorden door zijn gedrag werden tegengesproken en u wenst uw vertrouwen te stellen in iemand die u al eens heeft teleurgesteld, moet u uw eigen vaardigheid om uzelf in emotioneel en professioneel gevaar te brengen erkennen. Ik wil het eigenlijk ook nog even zeggen, ik weet niet met welke woorden Dr. Ramani dat zegt, maar be realistic, stel realistische verwachtingen. Je kunt altijd denken, want ze gaan veranderen, maar die gaan niet veranderen. Dus je moet gewoon weggaan. Om te kunnen vooruitgaan moet u overwegen om de charmeur te waarderen voor wat hij is. Maar weigeren om op een dergelijk niveau betrokken te raken dat u in gevaar wordt gebracht. Deze kaart geeft vaak aan dat u de neiging hebt om verliefd te worden op mensen die niet beschikbaar zijn. Hun glamour is voor u aantrekkelijk. Deze kaart trekt de aandacht naar een verlangen om kunstmatig te leven. Misschien is er een geloof in iconische glamour, in de cultus van de superster of de bekende persoon. Soms komen er verborgen handelspraktijken, vingervlugheid en affaires naar boven als Tristan naar voren stapt om met u te spreken. Kijk onder het oppervlak en laat u niet misleiden door verschijningen. Weggaan met Tristan. Gebruik uw beoordelingsvermogen en zet uw eigen behoeften en verlangens op de eerste plaats. Geloof het als iemand zegt dat hij niet te vertrouwen is. Ik zeg het net. Zelfs als het niet met woorden maar met daden wordt gezegd. Of als er te veel tegenstrijdigheden zijn. Geniet van de show, maar ga niet mee in de act. Begin uw waarheden te verkennen en onder het oppervlak te kijken. En ik denk ook, wat ik ook nog wilde zeggen, ik hoop dat ik dat dus niet, dat ik niet nog meer dingen vergeet. Maar ze hebben ook van die manipulatieve tactieken. Ik kan me nog herinneren dat ik psychologie studeerde en ik had een beste vriend, alweer een beste vriend, die ja, aan de verkeerde kant stond. En ik was niet in hem geïnteresseerd, romantisch gezien. Hij was mijn type niet, ondanks dat hij wel mijn beste vriend was. En hij zei dan altijd tegen mij, je bent zo frigide. Zo om mij te manipuleren om seksueel met hem in dingen te staan. Zo dat soort voorbeelden van manipulatie, dat je zo op een bepaalde manier gemanipuleerd wordt. Dat zijn bijvoorbeeld ook tekens dat iemand dark triad is of dark empath. En dus geen tweelingziel. Een tweelingziel zal zoiets niet zeggen. Die zal nooit zo'n machtsspel met je spelen. De chakra van het hart van Isabelle Kerf. Het derde dek. Deze gaat over de tweelingziel, de tweelingvlam. Tweelingziel, tweelingvlam, 3 maand. Je gidsen vertellen je dat je moet voorbereiden, want er is een relatie met een heel sterke verbondenheid voor je in de maak. Als je recent iemand ontmoet hebt en je bent daardoor nogal van slag, vertellen je gidsen je dat het over je tweelingvlam gaat en dat het jullie lot is om samen verder te leven. Als je single bent, moet je weten dat de persoon die naar jou onderweg is, een van je tweelingzielen is. Het is de helft van jouw ziel, dus je moet zorgen dat je voorbereid bent. Want het zal op een goede manier, heel intens zijn, maar ook op een slechte manier. Want de gevoelens, de emoties en de reacties zullen van een ongekende intensiteit zijn. Er zullen momenten zijn waarop je de indruk hebt dat je jezelf niet meer herkent. Het is een relatie die je naar de top en naar de extase kan brengen, maar die je ook de donkerste hoeken van je ziel kan laten zien. Je zal dus vertrouwen moeten hebben in het universum en je zal vooral moeten kunnen loslaten. Deze relatie zal in ieder geval het gevoel geven dat je leeft, ondanks het feit dat het begin misschien ingewikkeld en chaotisch is. Je zal verder moeten kunnen kijken, maar je hebt de innerlijke kracht om het te halen. Voordat ik verder ga aan de datering, wilde ik een aantal dingen zeggen dus over tweelingzielrelaties versus narcistisch misbruik of psychopathisch misbruik. Ik denk dat als jij je tweelingziel ontmoet, dat daar een soort van,
zeggen, je zit op dezelfde frequentie. Dus het is alsof je een radio hebt. Dat jij een bepaalde frequentie hebt. En dat je opeens denkt, hé, dat radiostation, dat herken ik. Dat is mijn ziel. In een andere persoon. Ik denk ook dat je een gevoel hebt van een soort van thuiskomen. Van, ja, ik herken deze frequentie. Alsof je die radio op de juiste post neerzet. Van, hé, dat is mijn radiozender. En dat ze erg ontwapenend zijn. Dus als jij bij een narcist bent, is er altijd subtiel altijd het gevoel van de solar plexus die opspeelt. Dus machtsspelletjes, gevoel dat je wordt aangevallen in jouw zelfzekerheid, in je zelfvertrouwen, dat er karmische bonden zijn. Ja, machtsspelletjes. Dat is het eerste waar ik aan denk bij die anderen. Terwijl, ook al kwetst een tweelingziel je, je krijgt nooit het gevoel dat het een machtsspelletje is. En ik weet niet of ik het... Die persoon wilt ook, die wil jou niet kwetsen. Zoals ik al zei bij die eerste kaart. Hij is, als, sorry dat ik het slecht uitleg. Maar een tweelingziel koppel, dat is eigenlijk samen één ziel. Dus als ik bijvoorbeeld Jonas kwets, dan kwets ik mijzelf. En als Jonas mij kwets, dan kwets hij ook zichzelf. Omdat wij zodanig één zijn, dat je geen onderscheid kan maken. En hij, ja. Dus ze willen jou niet kwetsen. En je kunt dan wel zeggen, van, dus je ziet gewoon aan hun dat het hun geen deugd doet om jou te kwetsen. Terwijl bijvoorbeeld een narcist of een psychopaat, die kan doen alsof die het heel erg vindt. Maar doen alsof is het niet hetzelfde als het echt authentiek doorleven. En ik denk ook een psychopaat misbruikt, of een narcist, die misbruikt je ongoddelijkheid in een zekere zin om zichzelf mee aan te vullen. Terwijl een tweelingziel die voelt zich zo overrompeld om in jou het goddelijke tegen te komen, dat hij daarvan wegrent. Dat is een van de redenen, zeggen ze, dat een tweelingziel wegrent. Omdat die zo vaak zijn gekwetst in het verleden. En dan opeens is die onvoorwaardelijke liefde daar. Dat ze zich overweldigd voelen. En dat ze zich zo kwetsbaar voelen tegenover die onvoorwaardelijke liefde. Dat ze misschien een masker wilden altijd dragen. En opeens valt dat masker af dat ze wegrennen. Dat is iets heel anders dan bij een narcist of een psychopaat. Die gewoon misbruik maakt van jouw liefde en onvoorwaardelijke liefde en dat soort dingen. Wat ik ook wilde zeggen is, ik denk dat dat het laatste is. Ik weet niet of ik nog dingen vergeet, maar op dit moment denk ik op dit moment aan niks anders. Maar bij tweelingzielrelaties heb je ook bijvoorbeeld telepathisch contact. Dat je elkaar gewoon voelt doorheen alles. En je hebt ook synchroniciteit en je hebt allerlei goddelijke tekens, zeg maar, die samenkomen met de tweelingzielrelatie. Dus er gaat opeens een hemel en aarde voor je open. Wat ik ook wilde zeggen is, ik weet dat er een serie op Netflix is over tweelingzielrelaties. Ik heb die zelf niet gezien, want ik heb geen Netflix. Ik heb er absoluut geen geld voor. En als ik al geld heb, dan weet ik niet of ik dat zou doen. Ik zal het misschien wel doen voor die tweelingzielrelaties. Maar die documentaire. Maar wat ik wilde zeggen is, wat ik daarover heb gehoord, dat ze nogal alles in het negatief daglicht stellen. Zo bijvoorbeeld mensen die worden opgelicht. En dat ze eigenlijk onderhuid proberen de tweelingzielrelaties in een slecht daglicht te plaatsen. Waardoor mensen die als tweelingziel naar voren komen, dat die zich slecht voelen. Omwille van de negatieve aandacht. En ik wilde daar iets over gezegd hebben. Ik weet niet of ik het goed ga vertellen. Of, maar in ieder geval, ze zeggen dat tweelingzielrelaties een missie hebben. Hun onvoorwaardelijke liefde is zo groot. Zij tonen echt de ware liefde. En dat is gewoon van een goddelijk origine. Ik weet niet of ik het goed vertel. Maar in ieder geval wat ik wilde zeggen is,
Ik weet niet of ik het goed ga vertellen. Ik zeg het al heel vaak, maar je hebt een duistere machten op deze wereld. En die duistere machten, die hebben liever dat wij ons, dat we haten, angst hebben, dat we kwaad zijn, dat we vrezen, dat we jaloers zijn, dat we nijdig zijn, weet ik veel wat allemaal. Alle negatieve gevoelens, omdat ze daarvan kunnen leven. Als jij bijvoorbeeld heel erg onzeker bent, dan geeft het jou een gevoel van zekerheid dat andere mensen ook heel onzeker zijn. Terwijl andere mensen die dan heel liefdevol of weet ik wat zijn, die intimideren jou. Dus zij leven op een of andere manier van ons negatieve gevoelens. En ze zeggen heel vaak, als we allemaal heel liefdevol zouden zijn en echt genoeg zouden lachen en zo, dan zouden zij binnen de 3 seconden niet meer kunnen bestaan, omdat ze geen voeding hebben om van te leven. En ze zeggen dus dat ze tweelingzielrelaties dus in een negatief daglicht plaatsen, omdat die juist een zogenaamd hoge trilling naar voren brengen. En dat ze daarom hun pad nog moeilijker willen maken. Ik weet niet of ik het goed vertel, maar en als ik gewoon kijk naar mijn eigen verhaal, en ik ga dat nog zeggen ook, en misschien denken jullie dat ik gek ben, maar als ik kijk hoe vaak wij worden tegengewerkt, want je kunt zeggen van runner chaser in een tweelingzielrelatie, maar mijn verhaal van tweelingzielrelatie en wel of niet samen zijn, heeft echt niet allemaal te maken met iemand die wegrent van mij. We worden op alle mogelijke manieren gesaboteerd, zoals ik eigenlijk aan het begin van deze reading zei. Jonas wil komen op een afspraak. Hij heeft daar telefonisch contact over met degene waar ik een afspraak mee heb. Telefoons kunnen afgetapt worden. Mijn band is opeens leeg. De bussen rijden niet. Enzovoort. En dan is natuurlijk ook nog eens de velo dicht dat ik niet eens mijn fiets kan laten maken. Terwijl ik meer dan een uur onderweg ben geweest. En dat is niet de eerste keer. Echt op de speciale dagen dat wij dat er hoop is dat hij misschien naar mij toe komt, staken de bussen, staken de treinen. Ik kan me nog herinneren dat ik dat er waarschijnlijk ook telefonisch contact is geweest. Van ik ging naar Pater Guido zijn graf. Dat was een tochtgenoot van mij. En ik zou eerst met een vriend gaan. En ik had het gevoel van Jonas gaat opdagen. Ik had echt heel sterk het gevoel en het was aan alle kanten te merken. En ik weet dat het heel raar gaat klinken wat ik nu zeg. Dus dat was ruim van tevoren aangekondigd. En precies op die 2 november, want 1 november reden de bussen die richting niet uit. Precies op die 2 november storm tot de met. En je zult denken van storm tot de met, dat kan toch niemand veroorzaken? Nee, misschien is het inderdaad toeval. Maar het is echt wel algemeen geweten dat weerbeïnvloeding echt wel mogelijk is. Je hebt niet alleen die chemtrails, al die vliegtuigen die door de lucht vliegen en bijvoorbeeld aluminium of weet ik wat loslaten, waardoor die deeltjes zwaarder worden en dat het begint te regenen bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, ik zeg niet dat ik het goed uitleg of dat het helemaal klopt wat ik zeg. Maar er zit wel zoiets achter. Maar ze kunnen ook van alles ionen en weet ik wat de lucht instralen, waardoor er van alles gebeurt. En ik dacht dat in Amerika dat DARPA of zoiets daarmee bezig was. Ik kan me helemaal vergissen. Ik onthoud al die feiten niet zo heel erg goed. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld in China of zo, dat er een ding was. Ik wil European zeggen, maar het is geen European. Olympische Spelen of zoiets. En dat ze speciaal voor die Olympische Spelen hadden ze iets rondom de dingen heen gedaan, waardoor er geen regen zou vallen op dat gebied. Dus het bestaat echt wel. En als ik kijk hoeveel tegenwerking wij hebben, dat wij samen geraken, dat is ongelooflijk. Dat is echt niet alleen maar Jonas die zogenaamd van me wegrent. Daar wordt gewoon echt wel op ingezet om ons uit elkaar te houden. En ik weet dat echt wel
En ik weet dat niet alleen van vorig jaar dat ik elke keer werd opgepakt, terwijl er totaal geen aanklacht tegen mij was. Of niet meer. En dat Jonas bedreigd werd door een agent om mij aan te klagen. Hij heeft mij niet aangeklaagd, maar om te zeggen tegen mij van ja, terwijl ik weet dat hij nooit heeft gebeld. Dus hij, de politie is gekomen en ik weet dat hij niet naar de politie heeft gebeld, want ik heb naar de 101, de alarmcentrale gebeld van hey, de politie staat hier, wat is dit hier? En die had niet naar mij gebeld, Jonas heeft niet naar mij heeft niet naar hun gebeld. Dus dat was fraude. Enzovoort. Torad voor beginners. Dat is het vierde deck. Van Juliette Charmant-Burke. En Giovanni Caselli. Sorry dat ik dat allemaal vertel. Maar ik dacht van ik ga het toch eens zeggen. De tegenwerking is ongelooflijk. De tegenwerking is echt ongelooflijk. Vier van zwaarden. Ik ga alles voorlezen. Dus er zijn onnozele dingen. Element, lucht. Deze persoon, wacht, heb ik de kaart laten zien? Deze persoon ligt stil en vredig, maar bijslaapt. Dat is een rare zin, maar goed. Is niet dood. Blauwe gewaden symboliseren het element lucht. Het beeld van zorgen en verdriet van drie van zwaarden is naar de achtergrond verschoven en geeft aan dat het genezingsproces vordert. Ik zie dat hier, dat hart. Dus drie van zwaarden is een hart met drie zwaarden erdoor. Thema herstel en genezing. Vier van zwaarden toont een crypte met een stenen tombe waarin twee zwaarden zijn uitgesneden. Aan de kopkant wijzen nog twee zwaarden naar de liggende figuur. We zien iemand in een blauw gewaad die op zijn rug ligt te slapen. Zijn ogen zijn gesloten en zijn handen liggen ineengevouwen op zijn borst. Rechts achter hem zien we een gebrand schilderd raam met het rode hart van drie van zwaarden. Dat zonder de zwaarden. De tinten zijn grijs en steenkleur. De man is niet dood, maar rust uit. Ik heb het een beetje snel voorgelezen, maar omdat ik eigenlijk dat niet wilde voorlezen. Voorspellende betekenis. Het getal 4 staat voor stabiliteit en in de kaartkleur zwaarden, die zo vaak betrekking heeft op uitdagingen en strijd, betekent dat tijd voor herstel en genezing. Na het hartzeer van 3 van zwaarden verbeeldt 4 van zwaarden tijd voor rust en genezing. Deze kaart luidt een periode van ontspannen en ontstressen in, die op emotioneel zware tijden volgt. De kaart kan ook betekenen dat je na een ziekte de tijd moet nemen om te herstellen. In de huidige overbelaste wereld zijn we ons voor onvoldoende bewust van het belang van de ontspanning, een drukke periode of een herstel na een ziekte. Deze kaart toont een volkomen sereen en rustig beeld, een figuur in volledige rust. Hoewel het beeld kil lijkt te zijn, symboliseert het eerder kalmte en vrediger slaap dan de dood. Om geestelijk, emotioneel of fysiek weer op te kunnen laden, heeft je lichaam af en toe perioden van volledige rust nodig. Daarin kun je extra energie opslaan ter voorbereiding op de volgende uitdaging. Als 4 van zwaarden in een lezing verschijnt, is dit een teken dat de tijd daar is. Ja, ik weet van mijn tante dat Ilona van Ware Kracht heeft gezegd dat heel veel mensen blijkbaar moe zijn. En dan zou ik dus zeggen inderdaad, rust uit. Nu komt er weer een deck waar er verschrikkelijk veel lezen is. Maar omdat ik het mooie boodschappen vind. Ook al vraag ik me soms af hoe belangrijk is het. Lees ik alles voor. Het Rumi Oracle van Alana Fairchild. Ik heb daar de kaart een New Gown 18. Kaart nummer 18 de New Gown getrokken. Weary and consumed by longing, I was caressed by my beloved last night. My wounded soul was set free when I tasted the sweetness of love. My spirit was lifted at once. I surrendered my life while overflowing with joy. And my vision was filled with light. Love said, don't feel so hopeless, my weary and gloomy one. For my generosity is beyond forgetting those devoted to me.
See how boundless divine justice can be. Behold my immeasurable kindness. Love embraced my spirit, and all my doubts vanished at once. A new and glorious robe of honor was placed on my shoulders. Love offered me the power of new vision, and the transforming touch of divine generosity, and placed the chalice of eternal wine in my hand. Rumi. I have the perfect gift for you. It is a gown of new colors, of colors perfectly suited to you and no others, no other. The color of this gown will make your eyes sparkle and gleam as though they were more beautiful than the most precious of gems. The colors of this new gown will make your skin seem luminous as if lit from within. For of course it is, beautiful angel. Your complexion is radiant with the light of life. Your hair will shine with lustre and your entire being will be complemented by this gown as it enhances your beauty in all ways. So hold on no longer to that shabby, tattered cloak so unworthy of you. Cast it off. Let it grace your shoulders now with this royal robe instead, that you may shine beautifully as befits a royal child of divine parentage. Nog 2,5 pagina. O beloved, if you could only see the incredible gift, the symbolic robe being offered to you now, your fears would quake and tremble, disappearing more quickly than you could imagine. Your heart would take wings and become so light your entire being would lift clean off the ground and soar like an angel bird amongst the playground of the Divine Mother Sky. Yet like a young one, so much younger than your years and wisdom warrant, you may hold on to your tattered robes as though they were a security blanket. Though you know it's time to let it go, you may take pause and have a moment of doubt. You may wonder if the new robe will descend swiftly enough, or that without what you have known to cling on to, you will be left star naked, exposed and vulnerable. These thoughts are not worthy of your status. Perhaps, but perhaps you are yet to realize you are of the most sublime royal lineage, that you are worthy of a cloak of galaxies, a crown of stars, a body of sacred earth, and a voice of stirring music. Sorry. You may be craning your neck to see who it is that can bestow permission upon you to receive a gift of such dignity. In whom is such authority vested, that you may no longer be as the beggar asking for scraps and contenting yourself with stale crumbs. You may simply decide to shed that, stand up to walk with your head held erect and with regal grace, and assume your place at the table of divine feasting. Ik wilde hier gewoon zeggen van je begt. Wat zeg je? Hoe zeg je dat? Je smeekt niet meer om restantjes van eten en zo. Maar je gaat aan de tafel van divine feasting. Goddelijk feest. Misschien heeft dat te maken met in plaats van relaties die niet alles zijn, dat je dan jouw tweelingziel tegenkomt. Iets verderop gaat het ook over goddelijk worden. Dus misschien kan dat ook. Remember that your royal birth certificate is stamped in your heart. There is no authority required, no permission to be granted. You are what you are already and always have been thus. All that is required from you is to realize it. This oracle comes to you with sacred portents. You are fast approaching a moment of great leap, an evolutionary shift on your spiritual path. Your sense of yourself and your divine identity is about to be revealed and realized in a way more potent than ever before. This is wonderful. It is divine happening. You must allow it. Do not confuse humility with humiliation.
Dus nederigheid met vernedering. Do not humble yourself excessively. You do not have to battle with false pride either. Simply honor yourself as a living being worthy of life. Worthy of this royal path of divine realization. Eigenlijk wat ik nu zeg vind ik wel belangrijk. What a gift it is to cast aside belief in inferiority or superiority. Unhelpful as those notions are for you now. Ik denk, ik ben geen Boeddha, maar ik denk dat de Boeddha, hij zei dat hij onaangeraakt was door kritiek of lof. En ik denk niet dat dat is in de zin dat hij daar niet naar luisterde en zei van praat maar, ik weet alles al. Maar in de zin dus dat hij minderwaardigheid of meerderwaardigheid niet belangrijk vond. Dus hij kon misschien niet zeggen en het is zoals het is, zoals Woefke zou zeggen, het is zoals het is. Dus geen battle om meer te zijn of bang zijn om onder te doen dan de ander. Het is wat het is. En ik denk dat dat erg belangrijk is. What a gift instead to embrace your own path, irrespective of what any other may think, whether they hold it in glory or division. Who cares? Not you, nor I. Your royal heritage has been revealed, and in seeing the divinity within yourself, you become blessed to see it in all beings. All beings returning to the realization of royalty within. Grace searching outside of the heart will come to an end. Nou, ik vind dat eigenlijk wel. Ik vind dat het voorspelt goddelijkheid, maar het is wel een hele straffe voorspelling. Want ik bedoel, grace searching outside of your heart. Dus gek proberen te zoeken buiten je hart. Ik doe dat nog altijd heel veel. Dus dan denk ik van opeens, is iedereen opeens een Boeddha? Ik vind het eigenlijk wel straf, maar ja, het staat er. Een simpel golden, of het kan ook gewoon zijn dat het niet volledig 100% is, maar dat het de volgende stap is. En dat je inderdaad meer vrede in je hart vindt. En dat je bepaalde dingen los kan laten, want dat is het wel. Het is niet dat je opeens van alles naar niks gaat. Het is gewoon gradaties en het gaat elke keer een stap omhoog. En dat is bij mij ook. Dus ik denk dat het misschien voor misschien een paar procent kan kloppen. Maar 100% vind ik wel heel straf. Dan wordt iedereen opeens Boeddha. A simple golden path will be found as though a river of molten gold flows from your heart. Back to the oceanic heart of the great beloved. Met hoofdletters great beloved. Where united again, you finally ascend your throne and claim your divinity once and for always. Dus great beloved zou ik zeggen, dat is God. The oracle comes with sacred guidance for you. You are stepping into empowerment in a new way and it is to be honored. Do not allow yourself to be dragged into dramas or power games. Geen narcisten dus. You are worth so much more than that. You are tapping into your inner dignity and others may not know how to respond. Some will respond with love and acknowledgement. Others with fear and judgment. Calling you too big for your boots or high and mighty. Those are forces of fear, not truth. Be in your dignity and power and keep going. It is the divine that urges you thus, not the ego. Dus dat is ook heel belangrijk om te zeggen. Je mag je waardigheid innemen en sommige mensen zullen zich geïmponeerd voelen en je daarom naar beneden willen halen. Maar dat is gewoon eigenlijk een impliciete angst. Do not doubt the changes happening within you. Now, embrace them. Sacred honoring ritual. Bijna klaar, nog een halve pagina. Place your hands very lightly upon the top of your head. Say aloud, I cast aside lesser crowns. Dus hoe zeg je dat? Crowns. Kroon? Kroon? Ja, gewoon kroon. Ja. Zet je handen op je hoofd en zeg, ik gooi alle lagere kronen weg. Open your hands up to the heavens and say aloud, I receive the royal gown descending through grace. Dus nu ga je je handen naar de hemel doen en dan probeer je de hemelijke, of de, ja,
Gown. Kleed. Gown. Priestersgewaad, ik zeg maar wat. Gewaad. Descending through grace, dat door genade naar beneden komt. Slowly and gently guide your hands down from over the top of your head alongside your body as though you are drawing a royal robe over your head. Dus je trekt zogenaamd dat gewaad aan. Allow your hands to gently touch the floor, dus de vloer aanraken, as though the robe completely covers you. Sit comfortably and visualize or intend that the most beautiful gown of many colors surrounds you. You may or may not be aware of the colors. You may see layers of shimmering light, stars, roses or more. You may hear the gown singing like a choir of angels, or gurgling as though it is a fountain of liquid gold. Let it be as it is for you, as subtle or powerful as it wishes to be. Whatever happens to for you is perfect. What you are ready, simply open your eyes, place your hands in prayer position and bow your head. You have finished your sacred honoring ritual. Dan een van mijn favoriete decks en mijn eerste decks, maar dat heb ik denk de vorige keer ook gezegd. Colette Baun-Reid, Boodschappen van de Dieren. Ik heb daar de Wombat getrokken, kaart nummer 65, voel je thuis. Ik heb eerder gezegd niet naar de kaart gekeken. Orakelboodschap. De Wombat graaft een diep gat in de grond en blijft daar met de hele familie veilig, gezond en goed gevoed. Als je erkent dat welzijn het meest belangrijk is in dit leven, zal het klokje thuis altijd het beste tikken. Deze kaart herinnert je eraan dat als je je echt thuis wilt voelen in deze wereld, je goed in je eigen vel moet zitten. Dit doe je door al je ervaringen te accepteren zonder oordeel, in complete eerlijkheid en met liefde voor het leven. Wanneer je vrij voelt om jezelf te zijn, dan ga je je pas echt thuis voelen in het leven, bij je familie en in de groep. Je bent nu op het prachtige punt beland waarop je je jas van je identiteit aan de kapstok kunt hangen en kunt ontspannen in een waar gevoel van huiselijkheid en behagelijkheid, wetende dat alles goed is zoals het is. Alles wat je doet vanuit deze staat van zijn is in harmonie met spirit. Beschermende boodschap, dat vind ik de sterkste. Kan het zijn dat je niet lekker in je vel zit? Denk je diep van binnen dat je alleen met anderen kunt zijn als je achter een masker of valse identiteit verbergt, uit angst dat je zal worden gekwetst? Dit masker of persona moet je sterk doen lijken, maar in feite ontneemt het je slechts je integriteit. Ik zeg maar wat, ik denk opeens aan iets van, je bent bijvoorbeeld alleen met kerst geweest en vrienden willen je bellen. En jij neemt niet op, omdat jij niet wilt toegeven dat je alleen met kerst bent geweest, omdat jij de sterke wilt zijn, je wilt niet toegeven van ja, ik ben alleen. Terwijl het gewoon alleen maar je integriteit wegneemt en een mogelijkheid tot intermenselijk contact. Oprecht contact. Dus je verschuilt je achter een façade. De Wombat op deze kaart geeft aan dat je het masker moet afdoen, omdat het niet de anderen zijn die je nu zullen kwetsen. Jij bent degene die jezelf pijn doet wanneer je niet de ware zelf laat zien. Weet dat zodra je bereid bent onder alle omstandigheden zelf te blijven, je altijd van koers kan veranderen. Zelfs als anderen het niet eens zijn met jouw authenticiteit, ben je veilig bij spirit. En ik moet denken aan iets wat Gabor Mate zegt. Dat is zogenaamd een traumapsychiater of iets in een aard. Die ook met addictions bezig is, verslavingen. En hij zegt van dat we aan het begin van ons leven hebben we een strijd. We kunnen authentiek zijn en daardoor mensen verliezen. Of we kunnen mensen beginnen pleasen en daardoor onszelf verliezen. En dat is natuurlijk de vraag. Je kunt zo opgaan in het willen. Pleasen van andere mensen, dat je jezelf verliest.
Dat je zelf begint te verbergen van wie je eigenlijk daadwerkelijk bent. En ik moet eigenlijk denken wat ik met deze boodschap wilde zeggen. Want ik heb dat niet gedaan. En ik moet even ook een beetje nadenken. Maar ik wilde dat betrekken op de tweelingzielrelatie. Dus de eerste kaart was er een van verplaats je in andermans positie. En de andere is die van wees authentiek. En ik denk dat alle twee belangrijk zijn. En ik ga gewoon een voorbeeld van mezelf geven wat ik al eens een keer heb gegeven. Als jij bijvoorbeeld in een bepaalde situatie zit en die persoon behandelt jou slecht zonder dat per se te willen. Dan kan jij beginnen denken van ik mag die niet kwetsen want die heeft goede bedoelingen. Terwijl het beter is dat je authentiek bent en contact hebt met wat ik toen destijds het innerlijk kind noemde. En ik gaf jullie het voorbeeld van dat mijn tweelingzielen mij aanklaagden wegens stalking. Zodat we via die weg misschien meer geld via de uitkering zouden krijgen. Omdat ik zogenaamd crimineel was en daardoor nog psychiatrischer. Terwijl ik al die tijd eigenlijk het gevoel had van dat dat geen goed idee was. Maar ik dat nooit hardop heb gezegd. Als ik gewoon één keer had gezegd van ik weet dat jullie het goed bedoelen. En ik weet dat we met z'n drieën te weinig geld hebben omdat er twee mensen niet kunnen werken. Maar ik denk echt dat het geen goed idee is om dat nu te doen, want dat gaat ons uiteindelijk alleen maar in problemen werken. Of ik weet niet wat, iets in een aard. Als ik eerlijker was geweest over wat ik destijds had gevoeld. En dat wil niet zeggen dat ik daarom die andere aanval vanuit mijn blinde ogen van ja, waarom lieg je? Je bent de klootzak, bla bla bla. Maar ik denk het innerlijke kind is dus niet gewoon je ego loslaten. Maar het innerlijke kind houdt ook rekening met je behoefte aan contact met andere mensen. Dus je gaat bijvoorbeeld wel inleven in die andere persoon. Dus je gaat je verplaatsen in die andere man zijn standpunt. Ik ben even aan het denken wat ik aan het zeggen was. Dus je gaat je verplaatsen in die andere man's situatie. Maar je zegt tegelijkertijd ook wat voor jou waar is. Op een zo diplomatieke manier mogelijk gewoon. En ik denk dat dat ongeveer de kernboodschap is van een eerste dek en het 1, 2, 3, 4, 5, 6e dek. Dan heb ik de Egyptian Gods Oracle Cards van Sylvana Alesia. Twee kaarten getrokken. De eerste kaart is 18 Capri Change. God of the Sun, Daily Rebirth. Sorry, and of Cyclical Renewal. Represented by a Scarab. Capri is black as darkness, the beginning of all things. He symbolizes the transformation of humans in their stages, life, death, rebirth. The victory of light over darkness, of life over death. The becoming, the generative power, symbol of rebirth. His appearance might announce the end of a cycle. A breakdown, a disappointment or the wrecking of affections. But everything is constantly changing, like day and night. And Capri encourages you to get up every day with the light of faith and hope because of after the night, a new day always dawns. Dus het kan zijn dat er nu een einde komt aan een moeilijke periode in jullie leven. En het kan zijn dat er toch nog eerst nog wat teleurstellingen zijn. Dat kan misschien te maken hebben met die tweelingzielrelatie, maar de tweede kaart is positiever. 20 Khonsu Hermitage. Sorry. God of the Moon, Time and Knowledge. His name means traveler, the wanderer. Khonsu is the admiral of human destinies. He is depicted as a mummified young child. He represents the synthesis of the beauty of youth, the archetype of youthful amazement and spontaneity. Like other child deities, he symbolizes the potential that lies in all of us. Be open to new ideas and be brave and bold in facing up to the unknown that presents itself to you, possibility of journeys that take you away from your comfort zone.
In love, you may experience new favorable beginnings. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat er misschien een nieuw liefdesverhaal komt. Maar dat je daarvoor ook uit je comfortzone moet kunnen gaan. En dat is de laatste kaart die ik ga laten lezen. Het is van Karen Kay met illustratie van Ginger Kelly. Orakel van de Elfen. Geloof in de magie. Open je ogen en zie de magie van de natuur om je heen. De elf van het noorden licht zegt dat je deel uitmaakt van de natuur. Dus ook jij hebt de magische kracht. Ik dacht dat de laatste zin erg belangrijk was in mijn ogen. Wanneer de elf van het noorden licht verschijnt, wil ze je vertellen om je ogen open te houden en te zien dat er over om je heen magie is. Het noorderlicht is pure magie en het zien van deze kleurige dansende lichtstralen staat bij velen op de wenslijst. Misschien voel jij ook aangetrokken om dit licht te zien. Als dat zo is, vertelt deze kaartje dat het tijd is om concrete plannen te gaan maken. Of misschien wil je naar een andere verre bestemming. Weet je nog dat de vorige keer zei dat je tweelingziel in een andere stad leeft of zoiets? Wanneer de natuur je roept, wijst je geest je de weg. De boodschap van deze kaart hoef je niet letterlijk te nemen. Het kan ook zijn dat deze elf vandaag verschijnt om je eraan te herinneren dat je je ogen en hart open moet houden om het wonder van de natuur te zien. De elf van het noordlicht vertelt je, als je gaat wandelen, stop. Kijk omhoog, kijk naar beneden en zie de magie overal om je heen. Soms hebben we gewoon een vriendelijke herinnering nodig om even stil te staan en te zien wat de natuur ons biedt. Misschien word je gevraagd om iemand anders te inspireren om de wonderen van de natuur te zien. Kinderen zien overal magie in. Dat is voor hen natuurlijk. Dit zijn ongeveer de laatste zinnen. Als je het gevoel hebt dat je vastzit in een situatie, stem je dan af op je innerlijk kind en zie de wereld weer door de ogen van een kind. Ik denk dat dat dus het belangrijkste is. Als je vastzit in een situatie, stem je dan af op je innerlijk kind en zie de wereld weer door de ogen van een kind. Dus in plaats van bijvoorbeeld te denken van ik heb geen controle over deze situatie, denk je van wauw, ik ben er nog altijd. Oh, ik kan nog altijd elke dag lekker eten, ik zeg maar wat. Ik kan heerlijk het park ingaan en naar de vogels kijken. Dus of gewoon denken van wat zou ik vandaag kunnen leren uit alles wat ik meemaak. Hoe gaat God mij vandaag weer tegemoet komen, ik zeg maar wat. Dus dat is het ongeveer wat ik denk ik te zeggen heb. Oh god, het is meer dan een uur. Dat gaat dus 3 uur duren voordat ik die opgeladen heb. Dat gaat dus niet op tijd in mijn bed liggen zijn. Oké, ik wens jullie allemaal een hele fijne week. Een fijne sabbat voor de Joden. En namaste, Anna.